It's all I wanna do. Bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chester, en welkom bij een nieuwe serie hier op mijn kanaal. Zoals in de titel al zagen, is het de Road to Golden HVK 30. Want we gaan even kijken, hier is naar mijn klas natuurlijk. Hier staat die Road to Golden HVK 30. Ik heb op dit moment nog niks unlocked, zoals jullie zien. Dus helemaal geen headshots of iets. Helemaal nog geen equipments of iets. Dus dat is natuurlijk mooi. Daarom gaan we dit wapen natuurlijk goud proberen te halen. Laten we eerst eventjes mooi wel een camo erop doen. Namelijk de Nuketown camo. Want daar hebben we tenminste wel iets op zitten. Ik speel met deze class. Dus we gaan kijken of we een potje kunnen vinden. Ik hoop jullie ook te gaan zien bij het potje zo. Dus tot zo, mensen. Oké, we spelen dus een potje Domination op de map. Combine natuurlijk. En we gaan kijken of we een chille score kunnen gaan neerzetten. We hebben dus nog niks qua attachments op de HVK 30. We hebben nog wel perks aanstaan. Dat mag op dit moment nog wel. Totdat we pas de 100 headshots hebben bereikt. We moeten 100 headshots halen met dit wapen. Willen wij hem dus door kunnen krijgen naar de volgende challenges. En die worden dus 50 kills met 1 site en 5 attachments. En ook weer een challenge waar je alleen maar geen perks mag gebruiken natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk kijken of we dit zo snel mogelijk kunnen voltooien natuurlijk. Moeten dus eerst alle headshots voltooien en daarna pas de rest. Ik speel met de UAV, Wraith en natuurlijk de Hater. Omdat ik die op dit moment nog wel heb geunlocked. En ja, meer kan ik niet zeggen. We gaan gewoon proberen die headshot te halen. That's it. Meer kunnen we ook niet doen. We kunnen gewoon wel lekker een potje neerzetten. Maar dat is niet echt de bedoeling. Ik gooi die Semtex gewoon die spawn in. Oké, dat is geen headshot. Maar ja, we zien wel gewoon hoe we het steeds doen. Als mensen AFK zijn, gaan die gewoon proberen te headshotten natuurlijk. Let's go, dat was 1 headshot. Dat hebben we dus nodig. Dat soort kills. Holy shit, let's go. UAV is binnen. Oei, we gingen dood daar. Oké, UAV inkallen gewoon natuurlijk. Maar mocht deze serie natuurlijk nou leuk vinden, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Nog niemand die ik dus ken op dit moment qua Nederlandse YouTubers of iets heeft deze serie gedaan. Dus dat is helemaal mooi natuurlijk. Holy shit, hadden we geluk. Die heb ik ook geluk als hij hem niet omdraait. Oké, hij is zich niet omgedraaid. Geen headshot. Ik moet echt een beetje op die hoofd gaan aimen, jongens. Anders komt het niet goed. Dus doe even hierheen. Ik weet dat ze hier uitkomen. Of toch niet? Jawel, hij staat uit te campen. Oh, kak. Ik had geen stok. Als ik stok had gehad, dan had ik erin kunnen rennen. Dan kan ik natuurlijk ook inzoomen terwijl ik loop. Maar laten we even begen. Mooi, dubbel kill daar. Oké, die gooien we daar overheen. Ja, die komt mooi uit. Oh, hij flex jacket. Shit. Oké, weer een headshot. Let's go. Wel al gelijk goede levels natuurlijk. Hoeveel staan we op dit moment? Er staan 10 om 2. We hebben nog geen vlag gecaptured. Althans, we hebben nog geen B hebben we nog niet gecaptured. Dus staat gelijk wat punten. Oké, ik heb maar een highlighter. Die wacht ik nog eventjes met inzetten. Oké, die had ik beter wel aan kunnen zetten. Dummy. Maar we moeten natuurlijk met de HVK 30 spelen. Daarom wou ik hem nog niet gelijk in callen. Oké, laat ik hem nu wel doen. De mens zit ook op B. Let's go, nu niet meer. Spawn in, probeer te kruipen. Scheef eentje zo. Oh! Beetje dom dat ik shit, beetje dom dat ik hem niet ging killen, want dat had een gratis headshot kunnen zijn. Maar laat ook eventjes, als deze serie natuurlijk bijna afgelopen is, gaan we ook wel weer een nieuw wapen doen. Want ik vind dit best wel leuk om te doen natuurlijk. Omdat je ook gewoon wel wat kan doen met elk wapen. Maar het probleem is dat ik met sommige wapens al heb gespeeld. Dus dat wordt even kijken dan. Ik zou ook expres niet met sommige SMG's gaan spelen. En ja, ik kan het sowieso toch niet tegenhouden. Want als ik gun game speel voor de serie, krijg ik ook automatisch met sommige wapens kills. Dus ik kan er een account voor aan gaan maken, maar dat lijkt me niet heel slim. Misschien kunnen we dan gewoon een serie Road to Diamond nog wel doen als ik al heel veel kills mee heb gemaakt. We zien wel. We hebben nu gewoon de HVK 30, daar hebben we nog niks mee gedaan. Dus dat is ook wel gewoon een slimme. Gewoon met guns die ik nog niet heb gedaan. Bijvoorbeeld shotguns kan ik doen. Dat soort shit gewoon, want ik gebruik ook niet elke shotgun. Dat is op zich ook wel een goed idee. En hier faal ik dood erg. Oké. Dat is niet de bedoeling, jongens. We moeten wel even bezig gaan.
We staan nog steeds gelijk, want we hebben gewoon geen B-vlag. Dat is best erg eigenlijk. Ik ben van mijn headglitch afgeschoten, jongens. Oké, Semtex op B. Succes ermee. Hé! Nee. Als we een B hebben. Oké, let's go, teammates. Goed zo. Goed zo, rustig. Moeten we wel eventjes gewoon een betere score neer kunnen zetten. Ik weet dat we beter kunnen. Het is nog best wel slecht eigenlijk. Kom op, teammate. Weg, ik ben weg. En nu is gaan B cappen. Ah, de puffler. Fuck. Oké, Emmys hebben B. Dan gaan we dit verliezen. Mijn teammates spelen ook geen objective. Ik ook niet. Ik heb 0 captures. Dus ik mag niet praten. Holy shit. Jordan. Vind ik ook. Bye. Huh? Heel even hoor, jongens. Kut, hij komt hier naar boven. Weg hier. Zo. Oké, ronde is afgelopen. Round draw. Time limit receipt. Krijgen we nog wel een ronde of is het potje al afgelopen? Want dan is het wel een hele korte aflevering. Beter is het wel gewoon dat we nu nog een ronde hebben. Want anders vind ik het een beetje kut. Oké, switching size. Gelukkig. Een andere Call of Duty, je hebt natuurlijk als de enemies geen vlag cappen. En jij hebt al de 50 punten zonder dat de enemies 1 punt hebben. Wordt het potje gelijk gestopt. Dat is in deze game dus niet. Ik heb dit nog niet gehad in ieder geval. Mooi zo. Er is niemand daar. Dus mijn teammates me even helpen. Oké, let's go, we hebben B. Hier 1 onder. Ja, dus. Ik heb ook UAV. Nee! Holy shit, wat een geluk hebben we hier. Ik zet mijn annihilator even in. Mijn UAV ook. Let's go, come afraid. Nee, ik choke mijn fucking hater. 65 punten, maakt niet uit. Afraid kunnen we er gewoon in gooien natuurlijk. Let's go. We hebben maar 1 cap op dit moment. Ze gaan ook voor C zoals je ziet. Kut, die site is gewoon te OP op dit moment. Zo, Jordan, mate. In mijn rug. Ah, jij. Teammate, pak hem alsjeblieft. Let's go, ik heb hem alsnog. Oké, mijn Afraid zit in de lucht. Dat is mooi, dus we kunnen wel even proberen B te pakken. Dan ben ik ook wel van plan om te doen eigenlijk. Let's go, teammate. Oké, let's go, teammate. Pak jij B maar. Ik ga de spam wel in. Oké, let's go. Er was geen headshot, maar ze zit in mijn rug. Jongens, we gaan echt slecht met die headshots, zeg. Hey. Jammer. Nou, jij bent ook klaar. Fuck off. Ik gebruik nu nog stuns. Nu kan ik ze nog gebruiken. Dadelijk is, heb ik attachments unlocked natuurlijk. En dan, dan ga ik natuurlijk geen stunts en zo meer gebruiken. Maar ze zitten weer op B, jongens. Kom op. 1, 2. Gaan ze eraf killen. Oh my god, hoe ging hij niet dood? Hoe ging deze gozer niet dood? Holy shit. Wat een kut, zei. Oh, dan loopt er daarmee. Stun op je bakkers, kom op. Nee. Oké, let's go, double headshot. Mooi zo. Oh, en dan kill ik hem net niet, jongens. Shit. Oké, we gaan dit verliezen. Althans, we staan op dit moment niet echt voor. Maar ja, daar gaat het op dit moment niet om. We gaan gewoon eventjes proberen gewoon even die eerste cam al te unlocken. Als het mogelijk is. Oh, en hij weet al met zijn sight dat ik daar lig. Dat mag allemaal. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Holy shit. Nee, dat had een headshot moeten zijn. Wow!
wat ben ik een lul. Wauw, ik had mijn Semtex moeten gooien, man. Kak. Ze gaan ze ook weer op B, jongens. Wat een kutzee. Jammer, joh. Gewoon een annihilator tegen je bak staan. Zit hier beneden misschien wel? Let's go. No second chances. Waar zit die ene? Friendly guardian deployed. Ik zie ze daar al liggen. Ik doe mijn annihilator weg. Holy shit. Oké, let's go. We hebben 5 headshots. Eerst camo's binnen. Nice. Oké, eerst camo's binnen, jongens. Let's go. Duurt ook weer een lekker lange aflevering is dit. Holy shit. Potjes gaan over best wel gelijk op. Kijken of we even 60 kills kunnen droppen, want we hebben best nog wel veel tijd. Triple. Let's go. We hebben al aardig wat dingen unlocked, zoals je ziet. We hebben al een recon. We hebben al level 5 HVK 30. Het is op zich ook niet echt een verkeerd wapen of zo, dus... Oh! Ik dacht dat hij dood was. Ja, ik moet niet denken. Jongens. Oké, we gaan op C. Kom op. Hebben we een double cap, dan kunnen we dit potje nog winnen. Ik wil dit potje wel winnen, by the way. Daar doen we het ook voor. Maar we doen het eigenlijk om de camo goud... Om dit wapen goud te halen, maar goed. Just saying. 1. Teammate. Oké, teammate heeft op B. GG, lekker man. Hij heeft gewoon een quad feed. Woe! GG, mate. G fucking G. Dit soort momenten snap ik dus niet dat ik dood kan gaan. Maar ja, dat kan aan mij liggen. Ik weet niet of jullie weten hoe ik dan daar dood kan gaan. We zitten op B of niet? Zitten ze bij B? Ik wil niet granaten achtergooien. Ik heb hier niks op te zeggen. Dat was gewoon kut. We staan wel voor, let's go. We staan lekker voor. Ik ben zo scheef! Wow! Holy shit, man. Echt, what the fuck, gewoon. Ik ben echt scheef. Meer zeg ik er niet over. Kom op. Doei. Bam! En flag jacket, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk! Twee man en flag jacket daarachter. Of course. Zit hier? Ja. Yeah. Wow. Oh, lekker HCXD. Let's go. Is goed spannend aan die kant. Teammates, als jullie nou even A pakken, mooi zo. Holy shit. Ik had echt gewoon een hele stieke spray daar zo. Eerst bijna een triple met mijn... Weet dat ding? En highlighter. Dadelijk daar even een paar turns met mijn... HVK 30. Spant hier niet? Nee, hij spant er niet. Oké. Okay. Jongens, uit dit potje wel gewoon. Let's go. Holy shit. GG. Ga jij nog even mee proberen te pakken? Oh! En dan gaan we nog even dood. We hebben 60 kills en 30 deaths. 2 KD op dit moment. Heel veel deaths, maar ja. Ik kan ook niet veel verwachten. Want ik heb nog helemaal geen attachments of iets. Dus, moet nou even van de allereerste aflevering van de Road to Life Golden HVK 30. Laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende aflevering natuurlijk. En bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En zoals ik al zei, jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!